Welkom Sander. Dank je. En het is alweer nieuw voer nummer 13 waar we je mogen verwelkomen. En jij zit nu in Rotterdam. Ik zit nu in Rotterdam. Dat is voor mij ook de eerste keer dat ik het gesprek voer in Rotterdam via de camera in Rotterdam. Ja, ja. En leuk dat jij bereid gevonden bent om met ons over microalgen te praten en ook hun positie in de landbouwtransitie en dan heel specifiek ook de eiwittentransitie die er gaande is. Mm-hmm. En ja, om maar meteen de deur in huis te vallen voor degene die niet zo heel veel weten van microalgen. Wat zijn dat? Ja, microalgen we kennen ze als onder verschillende namen. Hè. We hebben dus, het zijn hele kleine plantjes eigenlijk. Maar we onderscheiden binnen microalgen heel veel verschillende soorten. Hè. Heel veel soorten die wij aanduiden als algen zijn eigenlijk cyanobacteriën, zoals spirulina. Ja. Bijvoorbeeld en wat andere blauwwieren die wij willen in ons water aantreffen. Maar in feite zijn het kleine plantjes die met fotosynthese of op suiker, zoals we net hebben gehoord, groeien en vermeerderen. En wat is hun rol in deze wereld als het ware? Want, Je moet je voorstellen, deze wereld bestaat voor 70% uit water. En ja. Het zijn waterplantjes. En dat zorgt dus op onze wereld voor een belangrijk deel van de zuurstofproductie. Ja. Maar het is ook een belangrijk, het is de basis van de voedselvoorziening. De algen zorgen voor voeding voor eigenlijk alles uiteindelijk. Als de maritieme eiwitbron in dat opzicht. Ja, ja, goed. Maar wat er in de zee groeit heeft ook weer een effect op wat er op land leeft en loopt. Dus uiteindelijk is het een basisgrondstof op aarde. Ja, en jij noemde dat al eerder in onze voorbespreking. We hebben natuurlijk de cyanobacterie, wat eigenlijk een soort van een blauwalg is. Dat is natuurlijk weer iets anders dan de alg. Of waarom hebben wij dat verschil daar? Nou ja, goed, als je gaat kijken naar de verschillende soorten die op aarde zijn, dan zul je zien dat de ene alg van de andere alg verschilt als een olifant van een aardnoot. Ja. Dus we hebben een bepaalde classificatie en algen is te algemeen om aan te geven dat om een bepaalde soort aan te geven. Het gaat om heel veel verschillende soorten die in heel veel verschillende classificaties zitten en die ook op heel veel verschillende plekken in die boom zitten die wij onderscheiden als soort. Ja, ik heb vergeten hoe die boom heet, maar goed, vergeef me, ik ben ook maar een jurist. Ja, de web of life, zoals ik dat dan ook voor mezelf maar generaliseer, omdat er is zoveel in te ontdekken en er zijn zoveel verschillende soorten inderdaad. En voor vandaag gaan we het specifiek hebben over de fotosynthetische algen. Ja, dat zijn in principe waar wij mee werken. Wij werken met fotobioreactoren, oftewel systemen waarin je met licht en met voedingszouten algen laat groeien. En we is dan LGM? Ja, LGM Synergy. Wij zijn sinds kort gefuseerd met een bedrijf uit de Kwakel. Wat ons in staat stelt om onze klanten beter te bedienen over de hele wereld. En jij bent ook de founding father, of mede founding father van LGM? Ja, ik ben van LGM mede founding father. We waren ooit met z'n vieren. Ja. Dat was Eugène Roepelt, nog steeds mijn compagnon. René Wijfels, momenteel professor in Wageningen. Ja. En mijn vader. Mijn vader is overleden een paar jaar geleden. En wat is LGM en hoe zijn jullie dan in de microalgen? Hoe is je vader in de microalgen terechtgekomen? Mijn vader was uitvinder, chemisch procestechnoloog. En die zat in een project samen met René Wijfels voor het maken van waterstof met rode bacteriën. Ah. En ze zaten tijdens een van die sessies naast elkaar en ze keken elkaar een keer aan van, nou, dit gaat helemaal niet werken. dit is erg zonde van onze tijd, maar de dingen die we hier bedenken zou wel kunnen werken voor algen. En zo zijn ze samengekomen, hebben wat projectjes samen gedaan en op een gegeven moment toen was er een
een project vanuit de RVO, biopartnerproject. En de bedoeling was dat het een bedrijf zou worden. Nou, en zo geschieden en zo is Elgin ontstaan. In 2005 ondertussen alweer. Dat is 15 jaar geleden. Ja. En wat is er nu het verschil tussen 15... Wat is in die 15 jaar jaren gebeurd met jullie? Nou ja, het een groot verschil is dat ik heel veel namen van ogen uit mijn hoofd weet. we zijn uit begonnen met het idee, we gaan technologie verkopen. Nou, de eerste jaren kwamen we er heel snel achter dat echt niemand erop zat te wachten. Ja. Omdat iedereen met zijn eigen potjes en pannetjes bezig was en met zijn eigen idee. Dus we zijn toen eigenlijk begonnen met het produceren van algen, Nanogropsis calitana, een zoutwateralg, vanwege EPA. We hadden daar een goede outlet voor in Amerika. We zijn begonnen als de eerste met omega-3 EPA-algen uit lichtfermentatie op de Amerikaanse markt terecht zijn gekomen. In de tussentijd, terwijl we dat die al gemaakt hebben, eigenlijk onze techniek elke keer verbeterd. Gewoon uit ergernis, voornamelijk. Omdat dingen niet werkten, en dan ga je het verbeteren. Tot we op een gegeven moment op een punt kwamen dat we dachten, nou ja, eigenlijk is dit wel heel goed. En toen werden we benaderd door een Zwitsers bedrijf, George Fischer. Die zeiden van, we hebben gehoord dat jullie van die leuke algentechniek hebben en wij verkopen van die buizen, nou, die zie je hierachter. Zouden jullie niet technologie willen gaan verkopen en daarbij gebruik maken van onze materialen? Nou, dat wilden we wel, want eigenlijk was dat weer terug bij waar we ooit gedacht hadden te beginnen. En zo geschieden. Toen zijn we systemen in elkaar gezet met hun producten. Eigenlijk al heel snel eerst systemen verkocht. En sindsdien, dat was in 2011, hebben we denk ik de eerste systeem verkocht en nu hebben we meer dan 100 systemen over de hele wereld draaien. En daarmee zeg je ook dat er ook een heel ander beeld ontstaan is richting het kweken van microalgen. Jullie zijn 15 jaar geleden, waren jullie waarschijnlijk een van de paar pioniers die dachten dat dit het zou worden? Ja, het was de tijd dat mensen nog in de biobrandstofbubbel geloofden. Ja. Dus zeker in Amerika is enorm veel geld gespendeerd om door heel veel cowboys om biobrandstoffen te gaan maken met algen. Wij hebben eigenlijk altijd gezegd, daar geloven we niet in. Je moet algen gebruiken om voedingsstoffen te maken, of in elk geval hogere toepassingen dan soms wat je in de fik steekt. En dat is denk ik ook een van de redenen dat wij er nog zijn. En al die andere grote, miljoenen verschillende bedrijven niet. En het lijkt erop dat de voeding blijft hangen. Dus dat wel een blijvertje is. Ja. Want als ik nu kijk naar de afgelopen 2-3 jaar, zie ik ook daadwerkelijk een versnelling in interesse daarin. En het is ook opvallend om te zien je ziet dus de vegetarische slager en dergelijke enorme opmars maken. Dus de vegetarische producten zijn eigenlijk een beetje uit het verdomhoekje geraakt, hè, waar het vroeger in zat. En op het moment dat je naar vegetarische producten gaat kijken, zijn algen een heel interessant product, omdat ze heel erg rijk aan eiwit zijn, tot 70%. En allerlei andere interessante vetzuren en componenten hebben die je eigenlijk niet met normale groenten of bonen of dergelijke kunt vinden. Dus ik voorzie goede tijden voor algen. Ja, jij noemde dat de vegetarische haring, toch? Ja, wij noemden de nanogrops de vegetarische haring, omdat qua voedingsprofiel leek het heel erg op dierlijk. En met name haring. Haring heeft ook veel EPA. En qua eiwitten kwam het ook erg in de buurt. Sanne, wat is EPA? Omega-3 vetzuur. Dat is, okay. Ik ga me niet wagen aan de Latijnse naam, maar het is een omega-3 vetzuur. En daarmee is het eigenlijk de vis, de kleine, de mini vis die we dan eigenlijk eten. Ja, dan de plantaardige vissen. Dus ja. Het aardige daarvan is dat je daarmee
een heel aardig gebalanceerd dieet kunt maken, ook voor mensen. En bij planten lukt dat ook wel, maar wij zijn echt wel omnivoren. Dus we willen ook wel wat andere moleculen hebben in ons lichaam. We hebben heel veel vegetariërs door de jaren heen langs gehad. Ja. En die hadden vaak een tekort aan eiwitten, omdat ze dan toch veel moesten eten om aan hun eiwitbehoeften te voldoen. Ja. En die kwamen dan altijd van het net geoogste product proeven. En die werden bijna high daarvan. Gewoon dat ze zoveel eiwitten binnenkregen. Ja. Maar dat is grappig. Dat is dan omdat het plantaardig is, is het dan wel weer geschikt voor vegetariërs? Het is zeker. Het is voor iedereen geschikt. Niet voor vegetariërs. Ja, ik zelf sta wel eens in de winkel. En dan heb je de keuzes tussen een spirulina en een chlorala. En een of twee andere vaak. Ja, dat, in principe heb je, en dat is ook wel een probleem hoor in Europa. Je hebt de spiruline, wat is een cyanobacterie is, dat maakt ze er niet uit, dat is een naamgeving. De chlorella. Je kunt hematococcus extract kopen, dat is astaxanthine. Je hebt de flos aqua die nog verkocht mag worden. Ja. Maar daar houdt het wel een beetje op. En dat komt omdat we in Nederland te maken hebben met hele strenge novel food wetgeving, hè? Dus Europese wetgeving, die er eigenlijk voor zorgt dat alles wat niet op het dieet staat, niet zonder meer op de markt gebracht moet worden. Dus je moet een heel dossier aanbieden waarin je bewijst dat het niet schadelijk is. Maar wil jij daarmee de suggestie doen dat er gewoon heel veel andere eetbare microalgen beschikbaar zijn? Absoluut, absoluut. De nanogroeps waar ik het net over had, die mag niet in Europa, maar in Amerika. Dat is prima eetbaar. En wat zijn de onderlinge verschillen dan tussen deze planten? Ja, wat is het verschil tussen tomaat en een peer? Ja, dat smaakt heel anders. Nou, deze alg ook. Ja, echt waar? Ja, zeker. En ook in hun vetgehalte en in vitamines. Ja, er zit enorm. Chlorella heeft niet zoveel vetten, maar heeft heel veel interessante andere moleculen. Ja. Nanogrop zat dan ongeveer 30% vet. Ja. En 50% eiwit. En nog wat andere. Ah, joh. Antioxidanten en dergelijke. Dat is echt totaal verschillend. Ja, dan zit je mij haast uit te dagen om daar ook nog eens een keer een soort van studie. Nou ja, maar als je voor de winkel staat, microalgen is gezond voor je. En dan zie je die verschillende verpakkingen staan. En denk je, voor mij is het allemaal een beetje hetzelfde. Nee, maar het is echt, het scala is als van aardbeien tot aardappelen. Ja. Het is allemaal anders. En als je dat dan ook zijn de toepassingen dan in voedsel ook anders voor deze algen? Tuurlijk. Sommige algen hebben een hele sterke geur, die doe je niet in brood. Maar ja, sommige dingen kun je weer in brood verwerken, omdat het dan een bepaalde umami smaak geeft, omdat je zout toe te voegen. Ja. Er zijn enorm veel toepassingen. Oh, fascinerend. Nou, dan moeten we eens kijken of ik eens een keer een voeddeskundige langs kan krijgen die daar meer over gaat vertellen. Want dit opent wel een heel spectrum voor mij, Sander. Het is eigenlijk, als je het hebt over nieuwe landbouw, ja. Is het, ik weet niet of het nieuw is, de manier van het kweken is anders dan tomaten in de kast, maar ook weer niet zo anders. Nee. Alleen, je hebt een hele enorme soortenrijkdom die we tot nu toe niet gebruikt hebben. Ja. Op je beschikking op een manier die duurzaam is. Hè? Je kan algen ook kweken op plekken waar landbouw niet kan. Hè? Bijvoorbeeld omdat de grond verzeeld is. Of, of met zout water. Dus het opent heel veel nieuwe mogelijkheden die tot nu toe eigenlijk niet benut worden. Ja, want hoe werkt jullie systeem, Sander? Want jij wist mij te vertellen dat dit wat jullie ontwikkeld hebben, wat je vader de aanzet toegezet heeft, toch heel onderscheidend is in de markt van algen in buizen. Ja, het zijn natuurlijk gewoon algen in buizen, bij ons ook. Alleen, we hebben bij het ontwerp heel veel nadruk gelegd op heel energieverbruik bijvoorbeeld. En eigenlijk ontworpen via een oud Nederlands gezegd, het is beter te voorkomen dan te genezen. En dat bedoel ik dan met name biofouling. Je moet je voorstellen, als je een buis hebt en dan kweek je algen in. Je pompt water door een buis heen. Dan krijg je laminaire stroming. Wat betekent dat je eigenlijk stilstaande waterlaag hebt langs je kant. Ja. Dan groei je algen en die groeien dan tegen het raampje aan. En als ze voor het raampje gooien, dan krijgen de algen eronder geen licht meer. En dan groeit het niet goed meer.
Dus dat is iets wat moet je voorkomen. En daarvoor hebben wij dat noemen we dan de Wavewind en de Bubble Brush ontwikkeld. En eigenlijk wat je ziet in ons systeem, maar je kan het een beetje zien op die foto achter me, is dat er een constante golf door ons systeem loopt. En die zorgt ervoor dat die laminaire laag verbroken is, waardoor je eigenlijk een biofilingvrij systeem had. Maar moet je dan een golf zien? Nou, als een golf, zoals een zee. Oké, dus het is echt een golf en daar gaan dan de algen in mee? Ja, die golf die gaat door de buis heen. Hè? Die verplaatst zich. En die algen, die zwabberen daar gewoon achteraan. Dus, die hebben niet zoveel te willen. Die gaan mee met de golf. Ja. Ja, die gaan mee met de stroming, ja. Die zijn erg go with the flow, zullen we maar zeggen. Algen. Ja. En dan dat op de juiste snelheid doen. Ja, nou kijk, omdat je zeg maar die aangroei niet hebt, heb je ook niet zoveel pompenergie nodig. Hè? Op het moment dat je die aangroei wil voorkomen door zeg maar, dat kun je doen door heel hard te pompen. En dan ga je een heel hoog Reynolds-getal creëren in het water en dan krijgen ze ook weg. Maar dat kost enorm veel energie. Om een indruk te geven, wij verbruiken ongeveer 100 watt per 1000 liter. Aan pompenergie. Terwijl de meeste buisstemmen het 20-voudige daarvoor nodig hebben. Ja. Relevant, want elke kilowattuur kost je ongeveer 1000 euro per jaar. Ja. Dus als je dat met 100 watt doet, kost je maar 100 euro per jaar. Dus dat betekent dat je prijs voor je ogen een beetje vrolijk blijft. Ja, maar dat is wel een dingetje. Zeker. En dat is denk ik ook in de suikerfermentatie kun je daar mee omlaag. Dan zit je op een kostprijs tussen de 7 en de 10 euro kun je uitkomen. Ja. En wij zitten op iets meer dan dubbelen in Nederland. En dat zou nog wel iets omlaag kunnen als je naar iets betere omstandigheden gaat dan waar wij zitten. Maar dat is wel ongeveer waar je op uitkomt. Suiker is een feedstock en jij gebruikt zonlicht en CO2 dan als feedstock. Ja, zonlicht, CO2. En voedingszouten, hè, de spokon, zeg maar. Dus fosfaatnitraat. Maar ook dat scheelt weer per ogen, want je hebt ook ogen waar je echt amper nitraat hoeft toe te voeren. En die halen dan hun energie ergens anders vandaan? Of ja. Dat kan, daar hadden we het even kort over eerder. Ja. Dat kan een symbiose zijn, dat je dus nitrificerende bacteriën hebt die dan daarvoor zorgen. Maar die combinatie heb je ook nog? In de systemen die de klanten hebben. Ja, die combinatie bestaat wel. Maar dat zijn algen die wij op dit moment niet gebruiken. Ja. Die kennis is ook best wel, en ook bij ons niet heel erg heel hoog. Maar ik weet dat het bestaat. Ja, dat klinkt net zoals in de bodem, waar je die nitrificerende bacteriën ook nodig hebt om de plant van nitraat te voorzien. Een stukje te voorzien. Maar die bacteriën zitten eigenlijk overal. Dus er zijn meerdere symbioses. Dus niet alleen in de grond, maar die heb je ook in het water. En dan met die wavy wind en die bubble burst, zijn jullie in staat om de ongemakken... Want er is nog een ander groot ongemak bij het kweken in een buis. Omdat je eigenlijk geen uitwisseling hebt met je buitenlucht door je buiswand. Ja. Dat zou lekken. hoopt zich zuurstof op. Ja. En je moet zorgen dat je CO2 daar komt, want die algen eten de CO2 uit het water, waardoor dus de pH omhoog gaat en het eigenlijk steeds alkalischer wordt, het water. Ja. En als de pH te hoog is, dan gaan de algen dood. Dus je moet dat wel kunnen controleren. En het aardige van die golf is, die is eigenlijk een wind of lucht, een luchtstroom die boven het water langs gaat met ongeveer 2 keer de snelheid van het water. Ja. En op die manier strippen we een overmaat aan zuurstof eruit en brengen we eigenlijk vers CO2 over de hele over het hele traject. En dan hou je hele stabiele pH. Dat klinkt als net als gewoon buiten in de lucht. Als een soort van klimaat. In zekere zin wel. En wat wij ook doen, dat is wel heel aardig, want wij weten ongeveer wat die ratio is. Wij recyclen onze lucht intern. Dus in plaats van aan het eind alles eruit te blazen, blazen we maar een heel klein percentage uit. En daarmee kunnen we toch de zuurstof onder controle houden en verliezen we eigenlijk bijna geen CO2. En dat is ook een groot verschil met de meeste buissystemen. Die hebben ongeveer tussen de 8 en de
En de 15 kilo CO2 nodig voor 1 kilogram algen. Ja. En in een perfecte wereld heb je, geloof ik, 2 kilogram CO2 nodig voor 1 kilogram algen. En in ons systeem is dat beperkt tot 3 kilogram tot 4 kilogram, afhankelijk van welk stadium van groei je zit, per kilogram biomassa. Ja, en voor mij als nerd, waar haal je de CO2 dan vandaan? Nou, de CO2 die kopen we. Okay. We hebben geconcentreerde CO2 nodig. Ja. Dat kan. In Rotterdam heb je in de tuinbouwgebieden de OCAP. Ja. En dat is een CO2-buis. Dat is CO2 die wordt opgewekt. Je hebt in de haven hier een vergassing staan van de Shell. Die vers, hele schone CO2 als bijproduct heeft. Je hebt de Chimera. Die maken kunstmest. Daar komt heel veel CO2 bij vrij. Ja goed, je weet, de botlek hier, dat noem ik altijd gekscherend het kleine IJsland. Want daar wordt heel veel verbrand en er komt heel veel warmte vrij, maar ook heel veel CO2. En een deel daarvan wordt hergebruikt in de tuinbouw. En zou het rendabel zijn om je eigen CO2 uit de lucht te halen en dat in je systeem is? Of is dat... Nou, er zijn wel systemen. Je hebt een systeem van SkyTree, van Max Bobon. En dat is een soort van filter. Dat eigenlijk ontworpen is voor de ruimtevaart. Dus in de ESA, door de ESA. En daarmee kun je inderdaad CO2 uit de lucht filteren. Maar dat is erg kostbaar. Ja, dus dat doe je eigenlijk alleen maar op de plekken waar je geen toevoer zou kunnen hebben van CO2. Het is een van de redenen overigens waarvoor heel veel biomassa of biodiesel projecten mislukt zijn, was de kosten van de CO2. Ja. Nou, dan zou je bijna zeggen dat de enige manier om dat dan rendabel te krijgen is dat naast een CO2-emissie hier te zitten. Ja, maar als dan de grond daar weer te duur was, dus daar waren de marges zo klein dat brandstof kost niks. Ja, eens. Ja, het mag niks kosten, laten we het zo stellen. Ja, dat is beter omschrijven, maar het resulteert erin dat het niks kost. Ja, en... De voorbelasting dan, dat moet ik er wel bij zeggen. Hey, en daarmee heb je dus eigenlijk licht, zowel zon als led. Want zit daar nog verschil in? Ja, zeker. Kijk, het spectrum is anders. Kijk, het zonlicht. Kijk, je kan met geen enkele lamp tegen het zonlicht op. Hè. Je hebt zoveel meer zonlicht dan je uit een lampje kunt persen. Ja. Alleen, je kunt heel goed ook algen op kunstlicht telen. Hè. Dit is zo goed als heel veel andere gewassen. Waar je nog wel op moet letten is dat je... je moet het goede spectrum vinden bij de algen. Je kan natuurlijk een wit spectrum kiezen en dan hopen van oké, ik heb alle golflengte erin zitten, dus dat zullen ze wel doen. Maar uiteindelijk wil je erin optimaliseren, dus dan moet je onderzoeken welk spectrum dan het beste past bij algen A, B, C, D of G. Ja. Maar het is heel interessant. Kijk, als je bijvoorbeeld op IJsland kijkt, daar halen ze de elektriciteit eigenlijk vanuit de aardwarmte. Hè? Dus ze slaan daar een put, hebben ze tot 25 megawatt energie komt daaruit. Dat zetten ze om in elektriciteit. En dan heb je hele duurzame elektriciteit. Dus ja, dan is er ook niks tegen om... Er is heel weinig zonlicht op IJsland. Dus als je dan een kunstlichtbron gebruikt, dan is dat eigenlijk ook gewoon duurzaam. Maar dan heb je wel een uitdaging, ik kan me zo voorstellen, om die scattering, ik weet niet wat er in Nederlands dat woord is, te realiseren in die pijp. Want het zonlicht is natuurlijk gaat alle kanten op. Ja, maar dat is met ander licht ook. Er zitten altijd diffusers op en dan heb je een scattering ook. Maar dan heb je wel lensjes op. Maar dan heb je wel hogere energiekosten weer daardoor. Maar als je energie hebt, dus niks kost niet. Ja. Kijk, als je zonlicht gebruikt, en met name als je in een land zit waar het wat warmer is, dan is de zon niet altijd je vriend. Want zonlicht brengt ook heel veel infrarood, ook heel veel warmte met zich mee. Ja. En dan heb je weer hetzelfde probleem met die buis. Een plantje dat verdampt water en het koelt zo. Hè? Eigenlijk een soort adiabatische koeling. Zo'n algenreactor heeft dat niet. Dus om te koelen moet je dan vaak weer gebruik maken van waterbesprenkeling. Dat dan weer verdampt en zo koel je systeem. Voor je algenbuizen in die landen? Ja, wat je wel zegt. Kijk, je hebt van die, misschien bekend voor je, maar je hebt zonneboilers, dat is zeg maar een zwarte pijp, die in het zonnetje legt en dat wordt 60 graden. Nou, dat is met een algensysteem ook als het donkergroen is. Dus je moet zorgen dat niet gebeurt, want dan zijn ze gepasteuriseerd.
Maar als je dat zo omschrijft, Sander, welke regio heeft dan de meeste potentie dan voor dit soort systemen? Het is heel lastig. Het verschilt heel erg. Ik heb een systeem staan in Phoenix. Daar is, kan je zeggen, dat is echt goed warm. En daar kweken ze een alg, Caldiera. Die kweken ze bij, wat was nou, 62 graden. Wow, warmte. Warmte. Daar hebben ze een warmtewisser, waar zit om s'nachts temperatuur te houden. Ja, want daar koelt het ook enorm af. Ja. Jo. Ja, laatst keer dat ik daar was, vond ik het ook s'avonds nog erg warm. Hè? Maar goed, ten opzichte van elke dag is dat cool. Maar die moeten dan dus die pijpen, die buizen, hè? Maar dat is warm dan... is nog. Ja, maar dat is niet een direct zonlicht dan, of wel? Jawel. Oh, ja, nee, maar s'nachts niet. Maar dan s'nachts verwarmen ze het met een... Maar zie jij dan in de toekomst, in jouw dromen, dat dit soort installaties dicht bij de grote steden komen of in de grote steden terechtkomen? Dus... Nou, in de grote steden, kijk, dat is een beetje hetzelfde als met urban farming. Het is heel erg leuk, maar niet heel erg efficiënt. Ja. Dus eigenlijk kost het meer energie en is het minder efficiënt dan wanneer je dat in een kast doet. Ja. Dus ik weet niet, je moet gewoon de plek kiezen waar de ruimte is, waar het licht is en waar je voorzieningen zijn. Ja, en daarmee ook je kosten uitgebalanceerd zijn. Ja, eerlijk zijn. Ik bedoel, als je in Nederland kijkt, het Westland is eigenlijk midden in de Randstad. Dus ja, als je dat als in de stad doet, ja, dan ben ik er wel. Dan is die droom maar uitgekomen, want dat is al het geval. Ja, maar het is al in zich al een stad. Als je eenmaal in het Westland zit, dan rij je over hele kleine weggetjes. Met al die kassen om je heen. Ja, zeker. Maar ik bedoel, de Randstad is eigenlijk één stad. Tot en met Amsterdam, toch? Dus in die zin... Amsterdam inderdaad. Maar inmiddels heb ik begrepen dat Amsterdam inmiddels ook doorgetrokken kan worden naar Alkmaar. Ja, dat, precies. Ja. Dus ja, daartussen heb je allerlei landbouwgebieden en allemaal kassengebieden, maar het is eigenlijk allemaal in de stad. Ja. Het zijn nog niet zulke mooie stadsparken, maar... Ja, ik weet niet, soms droom ik ervan dat je... Dat is natuurlijk misschien idealistischer van urban farming. Dat je in de stad je producten ook kan maken, maar dan heb je altijd nog met de grondprijs te maken en Nou ja, het gebeurt natuurlijk heel veel in vertical farming en oude loodsen. Ja. Maar dat ook daarvoor, alles scheelt waar je zit. Kijk, in Nederland hebben we niet zo verschrikkelijk veel ruimte. Dus we hebben ook niet zo heel veel leegstand aan gebouwen die daarvoor geschikt zijn. Ja. Eens. En dan is de vraag, als zo'n gebouw leeg staat, wat eigenlijk voor een hele andere doelstelling gebouwd is, of je het dan niet voor iets anders beter kunt inzetten. Ja, en dan concurreert het weer met, wonen en industrie. Wat... Zeker, en we hebben een gierend tekort aan woningen. Dus ja, dan om daar inefficiënt plant te doen. Het is wel heel leuk. Het heeft wel amusementwaarde, maar qua efficiëntie geloof ik daar niet in. Even voor mijn beeldvorming, hoeveel vierkante meter is een goed commercieel draaiende kas, plant? Dat hangt heel erg van het product af, maar ik denk dat dat heel erg vergelijkbaar is met tomatenkassen. Nou, tomatenkassen zijn wel heel groot tegenwoordig, maar vanaf een hectare voor een beetje een middle of the road alg, dus een spiruline of zo. Ja, en een hectare is een voetbalveld, was het toch al de... 10.000 vierkante meter. Ja. Dus 100. Dat is te overzien, zou je bijna zeggen. Ik geloof dat we in Nederland, Pim, er nu vast iets van 17.000 hectare kassen hebben. Ja, dat zijn er een hoop. Maar dat fluctueert ook nog wel eens een beetje. Ja. En de grootste kas in Nederland is geloof ik iets van 200 hectare. Ja, dat zijn de forse jongens. Dus 20 vierkante kilometer, denk ik. Of misschien een half of 10. Ja, ik raak het altijd in de war, Sander. Ik ook. Dat is de beroemde factor 10, zeg maar, in het bedrijf. Ja, ik heb het altijd in de middelbare school ook al last. Daarom vergelijk ik het altijd met een voetbalveld. Mijn voetbalveld is voor mij 100 per 50. Tenminste, ik heb twee linkervoeten, dus het voetballen gaat er net echt in. Ja, want wie dan misschien een mooi bruggetje eventjes naar jou als persoon.
Ik bedoel, je zei al eerder, je rechten gedaan. Ja. En je bent nu, mag ik zeggen, biotechnoloog? Beladen. Ik ben kweker. Ik heb er geen opleiding voor. Ja, nou, ik kan je vertellen, Sander, de meesten die in de transitie nu zitten, die zijn vanuit nieuwsgierigheid en een soort van urgentie gestart. En... Learning by doing. Ja. Dus ik ben binnen bedrijf doe ik sales, dus ik ben verkoper. Ja. Maar ik heb jarenlang met mijn vingers met buizen in de handen of in de groene krut gezet. Dus ik weet er wat meer vanaf dan een gemiddelde verkoper, denk ik. Dus ik heb bredere kennis. Ja, en een duidelijk uitgesproken visie over de toekomst van microalge-eiwitten. Ja, nee, ik voorzie dat daar hele mooie kansen ontstaan. Hè? En het leuke is, een van de luisteraars zit in een aanverwante tak, namelijk de algeteelt met suiker, hè? Dus de suikerfermentatie. En dat is heel leuk, want er is niet één oplossing. Hè? We hebben ook, als we kijken naar de tuinbouw, we hebben open grond, hè? We hebben de aardappels en dergelijke. We hebben ook kastentuinbouw. Dus er zijn altijd, er is een hele grote diversiteit en in verschillende producten. Sommige dingen gaan heel goed met suiker, sommige dingen ook helemaal niet. Uiteindelijk zullen we moeten zoeken naar hetgene waar we het beste resultaat halen. En ook wat op de lange termijn ook duurzaam is. Ja, en wat is voor jou dan duurzaam, circulair? Ja, dat is een beetje een containerbegrip. Hè? Mm-hmm, maar eigenlijk vind ik duurzaam, circulair, is dat je iets kunt terugbrengen naar het begin. De beginentropie. Dus eigenlijk is het pas circulair als je een cirkel hebt. En het moet niet een neerwaartse spiraal zijn. En heel veel dingen die wij nu als circulair of als recycling beschouwen, is eigenlijk een neerwaartse spiraal. En ja. Proberen we die spiraal misschien zo langzaam mogelijk te laten neerdalen. Maar dat is wel wat het is. En een echte recycle is ook daadwerkelijk terug. En dat is voor mij duurzaam. Dat is heel moeilijk. Want jij vertelde dat jullie dat wel toepassen als jullie je badges gaan schoonmaken. Met chloor, dat weet je uiteindelijk terug te brengen in een zout, en die zout gaat weer terug in nutriënt. Ja, nee, dat klopt. Je kan dat is een stukje chemie. Hè. Je kan chloor kun je met waterperoxide kun je het neutraliseren, en wat je dan overmaakt aan waterperoxide kun je weer eruit strippen met een ander. Uiteindelijk vormen zich zout en dergelijke in je water, maar die kun je weer als basis gebruiken van je kweekmedium. Dus je raakt niks kwijt op die manier. Maar je moet er wel voor zorgen dat je zuivere chemicaliën gebruikt. Dus dat je geen bijproducten krijgt. Maar dan kun je dat zo doen. Maar dan heb je ook meteen een soort van kostenbesparing gerealiseerd, dat je dat herkant. Uiteindelijk wel, want anders moet je het toevoegen. Dus dan snijdt het best aan twee kanten. Ja, en daarmee kun je ook concurrerende systemen ontwikkelen. Ja, en het heeft voor een bijkomend voordeel is dat je heel schoon kunt beginnen. He, want op het moment dat je zeg maar vanuit een steriele of steriel is, dat is een ander onderwerp. Want dat is relatief. Je praat altijd over een logfactor. He, zelfs als je water kookt, dan is die logfactor niet nul. Dus dan moet je het heel lang koken, dan gaat die logfactor, krijg je steeds minder bacteriën, maar dus echt steriel, dat gaat je chemisch niet lukken, maar je komt wel heel ver. Dus je komt eigenlijk vanuit een hele schone situatie, zonder dat je het eerst leeg gaat lopen en weer vult met eigenlijk niet zo schoon water, blijf je ook heel schoon. Dus dat is het voordeel. Ja, en in onze voorbespreking had je een interessante visie. Want we hadden het over, kun je algen vergelijken met de vis? Jij noemde net eerder ook over de duurzaamheid van vis. Dan vissen we de vissen uit, wat was het, ergens in de zuidelijke oceanen. En dan verschepen we dat naar de noordelijke visplantages.
Naar Noorwegen. Dus je moet je voorstellen dat heel veel kweekvis, de meeste vissen die wij eten, niet allemaal, maar de meeste die wij eten, zijn carnivoor. Dus die eten andere vis. Ja, dus dat zijn de zalmen en de forellen. Forellen, zeebaarzen, eigenlijk de karpers na, geloof ik, allemaal. Ja. Dus wat die gaat anchovis wordt opgevist in de buurt van Chili. Dat gaat dan, wordt vismeel voor gemaakt of visolie. Dat wordt verscheept naar Noorwegen en daar wordt het dan weer verwerkt tot visvoer en gebruikt in de zandteelt. Dat vind ik geen duurzame manier, want dan ben je nog steeds de zee aan het leegroven. Ja. Ga je daar vis mee kweken. Dus dat is een plek waar algen ook een rol kunnen spelen uiteindelijk als vervanging van vismeel. Hè? Wat ze eerder zeiden, van, het is eigenlijk een vegetarische haring. Geef dan een vegetarische haring aan de zalm in plaats van echt. En dan kun je dat op een manier doen die herhaalbaar is, zonder dat je daarmee je natuurlijke bronnen uitput. Ja, want we vinden vismeel bij ontzettend veel ook menselijke voedingsproducten als een soort van binder of als vulmiddel. Zeker. Kun je nagaan. En dat is nog maar 30 jaar geleden dat ze in Denemarken daar een energiecentrale op wilden laten draaien. Dat meen je niet. Ja. Alleen op vismeel. Op haring. Ja. Ongelooflijk. Sorry. Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over het vergelijken richting soja. Als eiwitkrachtvoer. Nou ja, kijk, soja, moet je voorstellen. De beste sojavelden doen ongeveer 600 tot 700 kilogram per hectare. Dan heb je een eiwit, wat eigenlijk niet het allerbeste eiwit is. Want er zitten nog allerlei hulpstoffen bij die niet lekker zijn. Dus daarom sojaproducten vind ik vaak ook heel vies daardoor. Ja, en je moet het eerst fermenteren, in ieder geval voor de humane consumptie. Je moet er iets mee doen. Je moet dat ik ben even de naam vergeten van dat stofje, dat moet je op een of andere manier af te breken. Terwijl je met algen richting de 15.000 kilo eiwit kan per hectare. Dat is bijna drie keer. 15, dat is 15, dat is bijna 30 keer zoveel. Ja. Zeg maar 25 keer zoveel. En dan, heeft het dezelfde, misschien wel betere inhoudstoffen dan soja. Ja, het is een afval zo dat je dat niet in het plek hoeft te doen waar oerwoud stond. Ja. Dus maar zie je dan ook nu toepassingen richting is dierenvoeding? Is dat dan een optie voor microalgen? Ja, je ziet dat daar wel beweging is. En er is een bedrijf, Vera Maris. Dat is een samenwerking tussen... dan moet ik even nadenken, was het nou Corbion? Of is het... Corbion is suikerbieten? Ja, Corbion is een grote speler in de algen, zeg maar, met suikers. Net zoals DSM. Nederland is daar überhaupt een van de belangrijkste spelers in met deze twee bedrijven. Als suikerfermenterende organismes? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het zijn wel gewoon algen. Hè? Bijvoorbeeld Citrochytrium is een alg die heel goed op suiker gaat. Maar goed, die zijn in elk geval bezig om een alternatief voor visolie op die manier op de markt te brengen. Dus dat is een enorm interessante ontwikkeling. En dan visolie ook voor de dierlijke voeding? Of voor menselijke? Ja, het is dan natuurlijk geen echte visolie, maar het is algenolie. Ja. Maar het is vergelijkbaar. En daarvoor heb je dus geen vis nodig, maar... En dan heb je ook een soort van antibiotica in plaats van de synthetische antibiotica. Ja, antibiotica, daar weet ik niet zoveel van. Dat is echt wel een heel ander gebied. Dat komt vooral, de eerste antibiotica komt geloof ik uit melk. Geschimmelde melk, een melkschimmel. Oh ja, is dat waar penicilline vandaan komt? Ja, volgens mij is dat ook. Oh, wat grappig. Dus dat is wel een heel ander soort, andere... Nee, want ik weet, van de mensen die ik spreek die dan aan de aan de dierlijke kant zitten, daar wordt natuurlijk ook gewoon gekeken van dat met minder antibiotica aan de slag. En dan, in ieder geval vanuit zeewier weet men dat men ook de
Het is een soort anti. Het is een soort medicijn. Probiotisch. Ja, nee, maar dat geloof ik. Ik bedoel, maar het zit misschien niet in de eiwit en niet in de vetzuren, maar in andere chemicaliën of moleculen die je vindt in de algen, die inderdaad als probiotica kunnen werken om de algehele weerstand van de dieren te vergroten. Ja, door die spoorelementen die erin zitten. Ja, maar het is uiteindelijk niet anders dan mensen. Als je gezond eet, zul je ook minder snel ziek worden. Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook. Dat is natuurlijk en wat je dus ziet met die zandteelt bijvoorbeeld, omdat dus, hè, want dat heb ik je voor het ook verteld. Wat je in Noorwegen ziet, is Noorwegen is natuurlijk een bij uitstek een land waar heel veel aquacultuur is, maar ook een olieland. Dus die hebben heel veel olie, pompen ze op. En normaal is het zo, als de olieprijs naar beneden gaat, dan ging ook de prijs van de anchovies naar beneden. Alleen het is nu al een paar jaar zo dat de olieprijs historisch laag is, maar de prijs van anchovies enorm stijgt. En waarom is dat? Voor een deel schaarste. We vissen meer dan dat de zee kan opbrengen. Ja. En dat heeft een aantal redenen. Eén daarvan is ook het terugkerend fenomeen van El Niño en El Niña. Dat heeft een effect op de hoeveelheid vis die rond Zuid-Amerika rondzwemt. En het andere is dat ook de lokale markten, zeker in Brazilië, zo enorme vlucht maken, waardoor het duurder wordt om, die zijn ons voor, zeg maar. En dan, waar meer vraag is en aanbod, gaat de prijs omhoog. En maar gaat dan ook de algeprijs mee naar boven? Wordt het steeds interessanter? Wel, uiteindelijk voor olie wel, ja. Want daar zit een link tussen. En is het dan niet tussen? Ja? Maar een ander gevolg is, want daar hadden we het eigenlijk over die probiotica. Wat gebeurt er? Ze gaan heel erg bezuinigen op dingen als astaxantine en omega-3 vetzuren. En dus het voer van de zalmen in Noorwegen is de afgelopen 20 jaar enorm verarmd. Ja. Waardoor het gehalte omega-3 vetzuren, de gezonde visvetzuren in de kweekzalm, zo is teruggelopen dat die vis nog net niet ziek wordt. Maar dat wij er eigenlijk ook niet meer zoveel omega-3's uit halen. Terwijl dat wel gepromoot wordt als we moeten vis eten. Maar eigenlijk die kweekzalm, daar zit er wel wat in, maar het is niet meer wat het was. Ach, Jezus. Dat is ook diep triest bijna, wil ik zeggen. Het is bijna een soort wasserbombe. We hadden natuurlijk met de tomaten op een gegeven moment dat we probeerden meer en meer kilo's per hectare te maken. Ja. Tot wel 700 ton verse tomaten per hectare. Maar ja, dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als het vooral water is. Ja, water instoppen. Jeetje. Maar dan, we hadden Jasper ten Berge langs, die heel veel wist over micro-organismes die je kan toepassen, ook op dierlijke mest. En die wist toen het verhaal te vertellen dat ze ook kalveren hadden opengesneden, een Duitse dierenarts. En die had dan ontdekt dat de ingewanden ook niet meer heel erg goed waren van de kalveren. Dus ik ben sindsdien ook gestopt bij mij met het eten van kalfsvlees. Maar dit is ook weer een stimulans om maar goed te kijken of... Ja, maar dat heeft ook met voeding te maken. Kijk, onze voer is... Onze eigen voer. zeker in Nederland. Het moet zo goedkoop mogelijk. En dat heeft een gevolg. Ja. En dat betekent dat je... Het moet uit de lengte of de breedte komen. Iedereen probeert toch zijn hoofd boven water te houden. Dus wat krijg je dan? Dat de dieren die wij opeten, die gekweekt worden, die zijn de eerste die daaronder lijden. Want die krijgen minder goed te eten, omdat het goedkoper is. En dan krijg je inderdaad gezondheidsafwijkingen bij die dieren. Dus de hele keten wordt daarmee verarmd. Ja, en eigenlijk vergiftigen we ons daardoor ook omdat we zo goedkoop mogelijk willen produceren. Ja, en eten mag wat kosten. Want dan hoef je uiteindelijk belangrijker dan het hebben van een mooie auto. Nou ja, iemand vertelde mij, en dat was ook in het onderzoek, en daar daag ik ook een tomatenteler uit in het Westland. Op het moment dat zij alle inhoudstoffen weer terug weten te krijgen in een tomaat. En dat die spoorelementen hebben een prijs. Dus dat is natuurlijk een hoge. Maar dat doen ze ook, hè? Zeg je? Daar zijn ze ook echt wel actief mee bezig. Want ik ken best een paar tomatentelers. En die maken echt geen wassenbomben meer. Dat is echt wel
Nou ja, en potentie is natuurlijk lycopene die eruit te halen. Dan kan je rechtstreeks naar de farmacie. Ja, dat is iets dat we proberen al jaren. Ja. Maar dat zou ik dat soort stoffen toch liever in ogen maken. Omdat ik het efficiënter ga. Nou ja, dat verhaal, dat gesprek wat ik daar dan voor is van als het dat lukt en het kan dan naar de farma, dan hou je gewoon 30% super gezonde tomaten over. Die je goedkoper weg kan zetten omdat je je geld al verdiend hebt. Ja, maar de hoeveelheid lycopene in tomaten is niet genoeg om daar een goede business case op te doen. Ah. Ook niet richting de farma. Oké, okay, nou dan ga ik met hem daarover verder in gesprek. Ja. Want daar zijn ze al jaren mee bezig. Ze zijn heel erg innovatief. Hè? Dus ze doen nog maar hele interessante dingen. Maar ja, een van de tuinders die ik ken die daar best veel werk heeft verricht, die is een beetje op zijn schreden teruggekomen. Oké, okay, nou dat is goed om te weten. Want dat vertelde je me trouwens ook eens gewoon een beetje in het lijstje van interessante weetjes. Het Westland zit daar omdat het goed in de zon zit. Ja, dat het meest zonlicht heeft van Nederland. Het langs de kust, tot en met Texel een stukje, is de meeste zonuren. En er is geen andere reden waarom het Westland... Nee. Dus geen... Uiteindelijk is het daar en het meest licht en het was gunstig licht ten opzichte van de infrastructuur. Maar de hoeveelheid licht is een van de belangrijkste redenen geweest. Want anders had je ook aan de andere kant van Rotterdam kunnen gaan vinden. Ja, ja. Nou, ik vond dit... want we hadden het er toen over. Voor wanneer zou het voor een op land gebaseerde plant, teler, interessant zijn om naar een watergebaseerde plant over te stappen? Want de teelttechniek is nagenoeg hetzelfde. Op het moment dat hij denkt dat hij daar zijn boterham mee kan verdienen. En hoe zie jij dat als expert? Nou, die mogelijkheid is er. Alleen het is minder makkelijk dan met bekende gewassen. Omdat zeg maar de afzet minder gereguleerd is. Dus je moet meer je best doen om je product te verkopen. Maar dat is meer omdat de vraag nog niet hoog genoeg is. Nou, er is een redelijke vraag. Die is nog niet zo hoog als voor andere dingen. Dus ja, daar zit absoluut een verschil in. Dus ik denk dat als wij morgen het hele Westland algen zouden laten maken, dat we wel een beetje een oververzadiging van de markt krijgen. Ja. Maar dat is wel aan het veranderen. Hè? Dus de vraag is hoe lang dat nog zo is. Ja, nou, ik weet inmiddels dat... Duren, maar... Ik weet van, dat was een macro-alg, Marco Duivenvoorde. Die zegt me wel wat. Een zeewierboer die vertelde inmiddels dat ze ook bezig zijn met dat in ieder geval de sector aan zich ook bezig is richting supermarktketens. Ja. Ook om daarvoor eigen, was het, de eigen merk, ook om daar zeewierproducten in te gaan krijgen. Waardoor je natuurlijk de vraag ook veel groter gaat krijgen. Ja, ik weet toevallig dat je hebt het zeewierplatform in Nederland. Ja. Net zoals als je het microalgenplatform hebt overigens. En die maken zich daar enorm hard voor. En ik weet dat, volgens mij is het nog steeds zo, maar wel in mindere mate, dat in de Albert Heijn de tijd op de schappen heeft gelegen. Alleen daar stip je wel een ander probleem aan. En dat is onbemind maakt onbekend. Wij eten van oudsher geen zeewier hier. We zijn anders dan Japanners bijvoorbeeld. Ja. En voordat je iemand zover krijgt om dat op te eten, ja, dat heeft tijd nodig. Ja, en de supermarkten gaan alleen, hun business gaat erom dat zo snel mogelijk iets moet meters verkopen. Ja, en zo snel mogelijk van de schappen in hoge doorlooptijd, want dat is de enige manier om zijn geld te verdienen. Ja, nee, ik zie af en toe wel eens producten verdwijnen waar ik dan weer van baal, jeetje, het was zo lekker, maar nu moet ik het weer mijn best gaan doen om het ergens anders te krijgen. Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is boodschap doen bij de Albert Heijn erg frustrerend, van tijd tot tijd. Ja, maar dan is datgene wat je lekker vond, of tenminste wel gezond is, is in één keer van de schappen af, want dat heeft dan toch een te lage doorlooptijd. Ja, precies. Nee, alhoewel, toch over de oude tuin gesproken, je ziet wel steeds meer langere groene schappen waar hun biologische producten geëtaleerd worden. Ja, dat is dan ook wel weer interessant dat het daar nu ook heel snel gaat. Nou ja, dat is wel leuk dat je het aanhoudt. Wie had dat 10 jaar geleden gedacht? Ja, volgens mij heel weinig mensen. Ik denk dat velen ervan gedroomd hadden. We hadden Michael Wilde langs in eind augustus. September was het, september. En die vertelde ook dat nu ook gewoon een soort tipping point is. Dat als dit de tempo doorzet,
dan gaan die markten gaan groeien. En dan wordt het voor heel veel landbouwers interessant om die overstap te maken naar bio. Maar daar is het ook wel een keerzijde aan, denk ik. De keerzijde is dat je niet genoeg eten kunt maken voor ons allemaal op een goede manier, op biologisch. Het heeft ook een bepaalde inefficiëntie in zich. En het zou wel eens kunnen zijn dat als je kijkt naar het energieverbruik dat je nodig hebt voor duurzaam biologisch telen, dat het wel eens negatief kan worden daardoor. Nou, dat is interessant. Dus ik ken een hoop mensen die voorstander zijn van de kringlooplandbouw. En een groot aantal ook in de agroforestry. Ja. Die geloven wel dat we de wereld kunnen voeden. Maar dat moeten we doen ook met algen en met schimmels. Niet alleen de schijf van vijf. Maar ook de onbeminde soorten. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat als je dat die richting uit wilt, dat een accessoire, de dingen erbij moeten hebben. Anders dan. Ja, want ze zouden veel meer schimmels en veel meer microalgen moeten eten. Dan moeten ze groot worden. Maar het is verstandig om het te doen. Want daardoor vul je heel veel nutriënten aan die we missen nu. Ja, nou weet je wat eigenlijk volgens mij nu heel belangrijk is om dit soort markten beter te ontsluiten. Ja. Is productontwikkeling. Dus partijen die zeg maar vanuit het product al. Ja. Welke af het dan ook is, appetijtelijke dingen maken. Hè? Dus dingen die mensen lekker vinden, dingen die er lekker uitzien. Want uiteindelijk is dat volgens mij de sleutel. Lekker is en het ook gewoon smakelijk uitziet, dan willen mensen dat best wel doen. En een goede brand van gemaakt hebben, dat je er. Zeker. Ja, goed, hoe heet het? Als je het toch over hebt, Oatly. Alle alternatieve vormen van melk hebben. Dat natuurlijk super goed gehyped. Waardoor ze nu, daar kan je wat van vinden, maar dat ze door BlackRock de spullen verkocht hebben. Maar hetzelfde zou je over de vegetarische slager kunnen zeggen, maar Jaap wil ik nog steeds graag hier hebben. Maar die zijn inmiddels met eiwitten bezig die je kan produceren met schimmels. Eiwitten. Ja, dat klopt. Ze hebben zeg maar de vegetarische melk. We hebben vorig jaar een van onze fotobioreactoren uitgeleend aan Nemo, het museum in Amsterdam. Ja. En die hadden inderdaad een tentoonstelling over nieuw eten. En daar stond ook een koe van Jaap met daarin wat dingen om aan te geven. Dit is de veganische koe waarin we nu de vegetarische melk maken. Dus een hele leuke tentoonstelling was dat. Ja, want heel veel melkeiwitten belanden niet eens in onze melk, maar in allerlei food additieven. En dan is het super interessant om niet de melk rechtstreeks van de koe te nemen, maar via die route. Ik ben zelf echt een enorm liefhebber van melk. Maar, maar aan de andere kant besef ik me ook dat het met een bepaalde impact komt. Hè? Want we hebben veel meer cool footprint dan dat we land hebben. Ja. En dan ga je weer in die cirkel waarin je dus heel veel soja gaat importeren, met name uit Brazilië en dat soort konterijen, om hier onze voeding te creëren. Als we het over een kringloop hebben, we verarmen dus eigenlijk het land daar, hè, want met die soja exporteren ze eigenlijk ook heel veel voedingsstoffen. Die geven wij onze koeien. En hier weten we niet wat we met de nutriënten moeten doen. We hebben het over nitrificatie van onze natuurgebieden. Over nitrificatie. Eigenlijk zou je dat gewoon weer terug moeten brengen naar de plek waar je de bron, hè? Dus dat het daar niet verarmt. Maar kan jij dat niet als fietsstok gebruiken voor jou, voor algen? Nou ja, kijk, het nadeel daarvan is, zeker met drijfmest, die algen groeien in een medium. Ja. En je wil geen pathogenen daarin hebben. Ja. En als je met dierlijke mest gaat werken, dan is dat wel een issue. Ja. Dan kan je beter dat naar de bodem brengen dan in systemen die toch best wel sensitief zijn. Ja, het is wel een probleem. Kijk, een van de andere dingen waar mijn vader aan gewerkt was eigenlijk een mestraffinage.
een systeem waarin je zeg maar mest vergist. En waar je eigenlijk in vloeibare vorm je fosfaat en je nitraat terugwon. Ja. En dan hield je eigenlijk redelijk schoon water en vezels over. En dan kan je het weer terugbrengen in de bodem. Maar dan was het ook toegankelijk, een toegankelijke meststof. Maar dat hebben we niet verder af kunnen maken omdat hij overleed. Maar dat had een enorme een goede bijdrage kunnen leveren aan zeg maar, het mestprobleem dat we in Nederland hebben. Ja, want het iemand vroeg mij ook eerder van ja, kun je afvalwater dan gebruiken voor de productie van algen? Of heb je daar... Zeker. Maar je moet, waar het om gaat is dat je afvalwater redelijk goed gedefinieerd is. Hè? Dus het moet ja. niet met pathogenen zijn. Er moeten geen ziekteverwerkers in zitten. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat Evidus, die hebben net een klein systeempje van ons gekocht. En ja. die zijn dus in het Westland overigens... een test aan het doen met ook die Galliera of die ze in Phoenix hebben, om te kijken of ze daar hun afvalwater mee kunnen schoner kunnen maken. En dat is dan het afvalwater van de kas? Ja, ik weet niet wat gewoon ja. Nee, okay, maar ik vermoed dat dan dat want Westland zit natuurlijk vol met kassen, dus die moeten. Nee, maar ik denk dat het ook gewoon, ik denk dat op die locatie ook gewoon uit de huizen. Joh. Maar die alg kan je dan niet meer voor goed gebruiken. Het aardige aan die alg is, die heeft een redelijk hoog gehalte aan ficocyanine. Dat is een soort blauwe kleurstof die ook in een spirulina zit. Ja. En na raffinage, dus dan doe je een bioraffinage, haal je alleen dat molecuul eruit. Dus dan maakt het weer niet zoveel uit. Omdat als er dus bacteriën of andere ziekteverwekkers hebben, die sloop je eigenlijk. Ja, maar dan heb je nog wel de broth die je overhoudt. Ja, maar goed, dat is dan wel steriel. Ja, en je hebt dat mooie product. En dat wat dan weer steriel is, kun je wel weer gebruiken. Kun je dan wel weer inzetten in een voedselketen. En jij noemde in ons voorgesprek de gele krat van Heineken. Maar ik ben even op zoek ook waar die nou in past in dit gesprek. Ja, die past niet helemaal in het gesprek, maar het is een andere technologie waar ik mee bezig ben, met een ander bedrijf, Obotech. Mijn vader heette Obbo Hazewinkel, dus vandaar ook Obotech, omdat daar wat van zijn dingen in zitten. En dat gaat over de selectieve kunststofextractie. Dat betekent dus dat wij uit de gemixte afvalstroom, de polyolefine, dus PEPP, selectief uit kunnen halen, chemisch, ontdoen van binders en kleurstoffen, en eigenlijk weer een virgin plastic terug hebben. Want even over die bioraffinage, helder. Dus dat is heel ander iets. En die gele kratten van Heineken, dat was rond het jaar 2000 het probleem. Toen is het proces ook ontstaan. Omdat die gele kleurstof was cadmium. Ah ja, dat was... En het proces was bedacht om de cadmium eruit te halen. Ja, maar dan ga je daar nog de volgende keer een andere keer over uithoren in mijn andere podcast. Dus die haal je nog dus voor... Het is een andere kattensport. Wat ik dan even nu benieuwd ben, want jij noemde het woord al een paar keer, bioraffinage. Staat dat in de kinderschoenen of gaat daar nou echt eens een keer iets van komen, bioraffinage van microalgen? Nou ja, de bioraffinage is eigenlijk al heel ver. Dat kunnen we al heel goed. Alleen, je moet marktproductcombinaties hebben. Dus we kunnen heel veel moleculen overal uithalen. Maar je moet wel... de juiste moleculen vinden waar een markt voor is. Maar bioraffinage is heel groot. Ja, maar ik zie dat nog weinig als het gaat om algen, microalgen die daarin... Nou, dat is niet waar. Eigenlijk als je de omega-3-vetzuren uit je algen haalt, vind ik, is al een vorm van bioraffinage. Hè? Want je haalt alleen maar de vetzuren eruit, de vetten. En misschien cascadeer je dat en haal je de andere producten ook uit. Maar dat is eigenlijk ook gewoon bioraffinage. Maar dan zouden we de Nederlandse visserij kunnen redden door zo'n fabriek in Nederland neer te zetten. Nou, de Nederlandse visserij redden, dat weet ik niet. Ja, de Nederlandse visserij had zichzelf gered met pulsvissen, maar dat is helaas verboden. Visserij redden is goed als het gaat voor vis die je vangt om pas consumptie, want dan kan de zee... Ook met het aantal mensen wat er zijn, zich redelijk goed herstellen. Alleen op het moment dat we vissen gaan vangen voor veel meer dan dat,
dan brengt die zee ons niet meer bij. En dan gaan we nare tijd tegemoet. Ja, en inmiddels zitten in vissen ook plastics, waardoor ik ook altijd minder van het... Ja. zo is het cirkeltje. Nee, maar dat is goed. Nee, maar ik bedoel, dat soort nieuws werkt op het tijd goed om makkelijker verder door te ontwikkelen. En dat is ook zo. En plastic is heel vervelend als dat in het milieu komt. Aan de andere kant is het ook een heel mooi materiaal. Het brengt ook heel veel goeds. Alleen we moeten ervoor zorgen dat we dat plastic niet als een soort van rommel over onze schouder werpen. Of dat we het verbranden, of dat we onzinnige dingen doen. Dus dat moeten we ook, die keten moeten we absoluut sluiten. Twee laatste vragen. Ik ben zelf nog even internet opgegaan ten aanzien van die eiwittransitie en microalgen. Nou, we hebben net suiker gehad. Jij doet het met CO2 en nutriënten. Ja. Je kan het dus ook nog doen met methanol en methaan. Als feedstock. Vooral? Misschien bacteriën. Er zijn meer bacteriën. Ja, je hebt metagenerende bacteriën natuurlijk. Dat zijn echt wel meer bacteriën dan algen. Hoe verhoudt zich dat tot microalgen dan? Is dat een andere eiwit of een Nee, eiwitten heb je. Weet ik niet precies, maar volgens mij is het al eindig hoeveel soorten eiwitten je hebt. Maar. Is dat een concurrerende markt voor de microalgen? Nou, dat weet ik niet. Voor sommige dingen wel, maar dat is niet erg. Als het beter is voor bepaalde vormen van eiwitten om metagenerende bacteriën te gebruiken, dan moet je dat vooral doen. Dat zie ik niet als een issue. Nee, ik bedoel, ik zie algen absoluut breder dan alleen voor eiwitten. Maar ik weet er te weinig van, om er een zinvol iets over te zeggen. Ik ontdek ook zo dat het speelveld wordt steeds breder met fermenteren en nutriënten geven aan beestjes, dat daardoor ook een explosie is aan toepassingen. Zeker, maar dat is alleen maar goed. Ik bedoel, als je daarmee kunt zorgen dat we oplossingen verzinnen die minder impact hebben op ons zijn op de aarde, dan is dat goed. En wat is de droom van Sander? De Sander die in Rotterdam geboren en getogen is? Nou, ik ben in Delft geboren, maar ik ben wel getogen in Rotterdam. Wat is jouw droom? Of hoe zie jij over 5, 10 misschien langer dit veld waar jij in opereert? Nou ja, mijn droom gaat gelukkig wel verder dan waar ik mee bezig ben. Mijn droom is dat we met z'n allen oplossingen verzinnen voor de manier hoe wij nu met onze aarde omgaan. Ja. En dat betekent... En er zijn een paar hoofdproblemen, zo ik het kan zien. Eén is biodiversiteit. Ja. Dus het laten van echt wilde delen op aarde, met een grote biodiversiteit. Het andere is uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Of dat nou vissen zijn of olie. Het tegengaan van erosie van de aarde, dus zeg maar verwoestijning, zie ik als een groot probleem. Het vinden van alternatieve energiebronnen die minder impact hebben, maar die wel voldoende beschikbaar zijn om ingezet te worden. Dat zijn mijn dromen en ik hoop dat ik in die 15 jaar nog mee ga maken dat daar grote stappen in gemaakt worden. En welke rol pakken dan het systeem van jou en microalgen specifiek? Ik denk een van de belangrijkste is het tegengaan van onnodige visvangst. Dat vind ik een hele belangrijke. Misschien nog wel belangrijker dan alternatieve eiwitbron. Ja. Al moet ik zeggen dat die ook belangrijk is. Dus dat vind ik moeilijk om die te wegen. Maar ik hoor eerder wakker 's nachts van het feit dat we soortenarmoede krijgen. En daardoor dat het de hele... Het hele systeem instort. Ja. Dan of wij nu wel genoeg eiwitten te eten hebben. Het ergste wat er dan kan gebeuren is dat er misschien een kleinere populatie mensen ontstaat op een gegeven moment. Dus, je mag het niet zeggen,
Maar ja, dat is natuurlijk wel het grootste probleem. Als we te weinig eten hebben, gaan we dat automatisch krijgen in dat opzicht. We zijn zelf het grootste probleem. Ja, vooral op de manier hoe wij denken. Ja, dat is ook zo. Hey, dankjewel Sander voor je openhartigheid. Ook, ik vind het leuk. Je kijk op dingen en ik hoop dat je genoten hebt. Ja, ik vind het wel gezellig kletsen. Ja, dat is hartstikke goed. Je zou haast vergeten dat nog allemaal andere mensen bezig. Nou, die andere mensen krijgen nu de kans om hun vragen in te dienen. Dat kan via de chat. Maar dat kan ook door je camera weer aan te zetten en je hand op te steken. Nou ja, ik vind dat wel fijn om gewoon mensen live... Dus we krijgen langzaam, zal iedereen de camera's ook weer aanzetten. Ik heb in ieder geval een vraag van René Hansen. Misschien kan je je vraag herhalen, René, en dan trappen we met jou af. Ja, dank voor het heel interessante verhaal, Sander. Soms voor mij als niet techneut heel technisch, maar ik ben vooral geïnteresseerd in jullie product en jullie diensten. Want jullie verkopen, wat is nou echt jullie core product? Zijn dat de algen die jullie produceren en daarmee de eiwitten? Of is dat het systeem wat jullie ontwikkeld hebben? Wij verkopen op dit moment vooral systemen. Om ervoor te zorgen dat mensen algen kunnen kweken. Ja. Maar daarnaast hebben we, ik kan het nu niet laten zien, maar we hebben een grote locatie in de Kwakel. Die ook door bedrijven of door instellingen gehuurd kan worden om onderzoek te doen naar algen. En we kweken op dit moment ook algen, omdat we nou toch die capaciteit hebben, in dit geval spirulina, waar we een markt voor hebben in Bulgarije of oplezers. Want ik zag op de website dat jullie echt wereldwijd leveren in Australië, ja. Zwitserland, zeker. US. En daar dus jullie systeem... in Afrika. Oké. Want vanuit Rotterdam Partners proberen wij ook bedrijven in de regio te faciliteren die naar het buitenland de stap willen wagen. Die heb jij al genomen natuurlijk. Maar mocht je nieuwe markten willen toetreden waar wij een netwerk hebben, dan kunnen we je daar altijd mee, kunnen we daar af met jou in gesprek gaan om te kijken hoe we ons netwerk daarvoor kunnen aanwenden. Ja, daar sta ik altijd open voor. En nogmaals, uit het gesprek bleek dat we nog een paar andere initiatieven hebben in het Rotterdamse. Ook via Obotec. Die daar ook best voor in aanmerking kunnen komen. Ja, dus ik heb graag nog contact met je. Ja, nou, link even met LinkedIn. En, ja. Of stuur een e-mailtje of wat dan ook. En nogmaals bedankt voor het inspirerende verhaal. Nou ja, met plezier. Jaap, jij had... nog een vraag. Ja, dat klopt. Daar ben je. Nu ben ik ook weer. Ik had nog geen vraag ingetypt. Ik probeerde alleen mijn camera aan te zetten. Dus vandaar dat ik was gaan chatten. Oké. Maar heb je een vraag? Anders pas... Een interessant verhaal, zeker. Ik ken een aantal mensen die op het gebied van buisreactoren, om het zo maar oneerbiedig te noemen, actief zijn. En daar zie je veel toepassingen, die ik gezien heb. In de cosmetica-wereld, waar nogal wereldwijd veel neergezet wordt. Jullie benaderen de algen kweken vooral voor de hele biomassa. Ik gebruik de algen als een nanofabriekje om stof te maken. Dat doen wij ook, hè? Maar dan afhankelijk van de soort algen. Uiteraard. En die bioraffinage, waar net over gesproken werd, dat is al heel vergaand. En wij doen niet anders dan bioraffineren, want anders kunnen wij nooit... We maken bijvoorbeeld een product met 80% DHA. Nou, dat wordt uit een alg gehaald, dan ben je wel al bijna pharma-maker. Dat is een heel andere benadering, dat geef ik toe. Nou ja, en ik merk zelf dat de voor velen is een bioraffinage toch soms een beetje ver van mijn bedshow. Dat klinkt heel erg spannend. Ja. Nou, het is toch wel high-tech chemie hoor, moet ik eerlijk zeggen. Als je preparatieve chromatografie gaat doen, dan ben je toch echt wel de randen van de techniek aan het opzoeken, hoor. Ja, maar dat ben ik wel met je eens. Maar het is iets wat... Het is een kunst dat we al in vergevorderd stadium kunnen. En ook op schaal. Wat bedoel je met schaal? Nou, we kunnen dat ook heel groot doen. Hè? Dus
Wij doen tienduizenden tonnen. Dus bedoel, dat is echt, ja, dat bedoel ik. Dat is geen enkel probleem. Alleen, dat bedoel ik. Het leuke van het vak is dat het multidisciplinair is. Dus je kan van een ander vakgebied iets lenen en daardoor kan je gelijk weer een stap vooruit maken. Dat is leuk. Ja, dat is juist leuk. Ja, ik zie heel erg graag ooit nog een raffinaderij in de Port of Rotterdam die dan alleen maar gewoon echte biologische feedstock en alles daaruit trekt. Maar dat is een soort van een droom en een visie. En ik heb wat voorbeelden gezien wereldwijd en dat zouden we toch uiteindelijk in Rotterdam ook moeten kunnen. Je hebt in België heb je de Bioport, of ik weet even niet de naam, maar daar hebben ze inderdaad een soort van campus waar ze dat in Gent doen. Ja, exact. Ja. Ik spreek volgende week Willy Verstraeten over bacteriële proteïnes. Ja. Via mijn MBA podcast. Dus daar ga ik ook heel veel van leren, denk ik dan. Oh, leuk. Marius. Als je over de bioreactor praat graag naar het deep shaft systeem van DuPont, wat gemaakt is in Engeland in de 70er jaren. Dat was een fantastisch systeem om eiwit te maken op basis van methaan. Dat kwam even voorbij in jouw verhaal. Ja. Deep shaft? Deep shaft. Ja, dat was een 2 kilometer diepe buis in de grond. Onder hoge druk en bacteriën, hoge temperatuur, eiwit maken. Het was aan de staatsleden niet te verkopen. Ik denk dat het nu een hele andere acceptatie zou hebben. Ja, maar ik weet dat die deep shaft is geprobeerd in Nederland door een afvalverwerker. Dat was door de VAR. Ja, ik ken het. En dat is toen echt, dat was niet alleen een deep shaft, maar ook een diep pit voor geld. En dat shit was. Want ik ken de toenmalige eigenaar van de VAR, die heeft me dat wel verteld. Dus hij is overleden een paar jaar geleden. Maar dat was meer het kopiëren van een reactorontwerp. DuPont deed het echt met methaan en methaan vergistende bacteriën. Maakte daar een eiwit van. En daar kwam dus eigenlijk een heel mooi product uit. Ja. Nou, ik ga het aan Willy Verstraeten vragen en dan kijken waar we dan eindigen. Okay. Marius, heb jij nog iets in te brengen? Maar jouw microfoon deed het niet, dus dan zul je op de kijk of je horen? Ja. Ja, nog even. Ik vind dat die laatste dingen die naar voren komen over de verwerking van methaan en mestvergisting een hele interessante, want we zijn hier in Brabant, alle initiatieven, en die zitten heel erg alleen vanuit de energiekoker naar te kijken en vergeten soms nog even dat er ook nog allerlei nutriënten in zitten die ook nuttig kunnen zijn om te gebruiken. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat volgens Sander en verstandige vormen zijn waarin je beide doelen realiseert. Sander, je vertelde er al wel wat dingen over. Kun je er nog iets meer over uitdiepen? In welke zin? Ik begrijp even niet helemaal je vertelde, er is heel veel mest die hier allemaal achterblijft, doordat we dat allemaal, die nutriënten uit Zuid-Amerika halen en dan aan de dieren voeren. En er zijn allerlei goed bedoelde initiatieven hier voor mestvergisting. Mm-hmm. En dan heb ik soms die indruk, maar ik heb er net te weinig verstand van, dat het alleen maar over energieproductie gaat, punt. Ja, en worden allerlei andere dingen die ik nog kan realiseren vergeten. Maar je kan natuurlijk vergisten en dan hou je nog steeds die nutriënten over. Dus of je er nou energie of methaan van maakt, dat is eigenlijk geen beletsel. Dus het enige wat ik denk, maar dat is helemaal mijn eigen mening en gevoel erbij, is dat we aan de ene kant van de wereld de grond verarmen en dat eigenlijk hier naartoe exporteren. En hier is het probleem. Dus ik denk dat je moet zorgen dat die balans weer terugkomt en dat je dat zou moeten, als een soort statiegeld, terug zou moeten brengen. Ja. Dat ben ik ook met je eens. Dus eigenlijk zeg je van, nou ja, ook al kan je nog allerlei optimalisatie doen, je moet gewoon terugvoeren. Nou ja, voer het terug, dan hou je je balans in orde. We zitten op één aarde met z'n allen. Dat doen we net alsof we allemaal verschillen, maar we zitten toch op dat kleine stukje steen. Dus we hebben er allemaal baat bij als dat in balans blijft. Ja, en daar heb je gelijk. En alleen die mensen die ermee bezig zijn, ga ik daar niet mee overtuigen. Want die gaan dit gewoon doen. Dus ja. Omdat iedereen in zijn eigen micro-wereld leeft. Ja, en daarom, Marius, hebben we een nieuw voer, zodat we allemaal dat we verticaal door de horizontale zeilen kunnen wandelen. Precies.
En op die manier de dwarsverbanden kunnen laten zien. En dat is het. Uiteindelijk moet je als bedrijf overleven, maar je moet de techniek misschien ergens anders vandaan halen. Zoals Jaap dat net zei. De oplossing ligt misschien in de sector naast je. In dat opzicht. Hey Lucas, tot slot. Met de laatste. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, ik beschrijf aan die bubbel. Ik weet niet wat de bubble brush is. Oh, de helemaal bubble brush. Helemaal geweldig. Nee, maar mijn vraag is, Sander, van heel simpel, maar misschien wel moeilijk. Hoe gaat het nou verder? Zie je bepaalde trends? Waar wachten we op? Voor wie is dit heel interessant? Zijn er wat lijnen naar de toekomst die jij ziet? Zeker wel, een heleboel. Wat Jaap ook zei, richting allerlei cosmetica en dat soort toepassingen, er zijn heel veel interessante mogelijkheden. Er zijn heel veel leuke componenten die uit al gewonnen kunnen worden, die daar een toepassing doen. Maar ook in wat bredere zin, een verduurzaming van de aquacultuur. Dat kan een belangrijke rol hebben. Wij zitten nu in een project samen met Roem van Ierske. Om zeg maar hun mosselen of hun oesters triploïde te maken. Zodat je ook zomeroesters hebt in plaats van alleen winteroesters. Of andersom, dat vergeet ik altijd. Dus daar heb je algen voor nodig. Je hebt toepassingen in de omega 3. Hè? Eigenlijk wat Jaap doet, maar dat kun je op andere manieren ook doen. Wat Jaap doet is veel grootschaliger dan dat ik denk dat je het ooit gaat doen met algen gekweekt met zonlicht. Maar daar zijn toch nog wel mogelijkheden, omdat er toch ook een markt is vanuit mensen die de omega 3 vetzuren vanuit die hoek willen hebben. Er zijn een heleboel toepassingen. Het is eigenlijk gewoon net zo goed als er heel veel toepassingen zijn in planten, is dat met algen ook zo. En op verschillende manieren bereid en gemaakt. Jaap wil nog wat zeggen, geloof ik. Ja, nee, ik wil niet weg. Ik heb een suggestie, maar ik wil niks onderbreken. Hè. Ben ik aan de beurt? Mag ik? Ja hoor. Ik kijk met jaloezie naar de fototrofen. Natuurlijk, want ja, je hebt een keuze gemaakt, die kan het niet allemaal tegelijk doen. Als je niet focust, dan kom je nergens. Ik heb vaak gekeken naar de toepassing van fototrofen algen om kleurstoffen te maken. En er is een grote behoefte aan natuurlijke kleurstoffen. Ja. Waar consumenten morgen jouw product kopen, of althans jouw ingrediënt gebruiken om een consumentenproduct te maken. Echt één stap voorbij is dat. En ik denk dat je met algen elke kleur kan maken die je zou willen. Elke kleur. Dat denk ik. Dat weet je beter dan ik, denk ik. En geurstoffen. Er zijn veel mensen die dat in chocola, in snoepjes, in natuurlijke kleurstoffen. En dan wil ik het niet over de E-nummerfobie hebben, want dat is gewoon een chemische stof. Hè, een E-nummertje. Dat is gewoon een naam. Ja, maar goed, ik kwam laatst de reclame tegen zonder enge chemische E-nummers. Ik bedoel, oké. Dat is een mix. Want anders heb je een E-nummer. Maar oké. Ik denk dat met de fototrofe algen in jouw type buisreactoren, dat je een zeer serieuze markt. Heb je daarover nagedacht? Of ben ik te optimistisch? Nou, we denken over heel veel dingen na. Maar ook daarvoor, wij moeten een bepaalde focus aanbrengen. Dus wij focussen ons nu op de systemen. Maar als jij zegt, van, ik vind dat leuk om daar eens een keer over na te praten. De buurman van ons wil graag algen kweken en wil weten waarom. En als hij een waarom ziet, dan is het voor mij makkelijker om met hem verder te werken. Laten we dat doen. Zo praktisch is het, hè? Toch? Ja, nee, dat klopt. Soms just do it. Hè? Ja. Ja, maar ook in dat opzicht, ja, het vinden van inkt, dan wel verf buiten stapel, de maar ja, maar nog niet in volume. Iedereen heeft nu de uitdaging dat het niet schaalbaar is, omdat de markt er niet naar vraagt, of dat er geen commerciële partij is die durft om naar de markt te brengen. Als je de kleurstoffen eruit kan halen, dan gaat er een hele wereld van inkt voor je open. Ik denk zeker, maar de grootste toegevoegde waarde, het laaghangende fruit, zit in voedingsmiddelen. Ja. Stel dat je Smarties zou kunnen maken. Of Smarties, hè? M&M's met een natuurlijke kleurstof. Ja, de Haribo uit Duitsland heeft al spirulina voor de groene kleur.
Oké, maar dat is weer een hele alge. Ik bedoel, we hebben het nu al bioraffinage, waar is het graag? Spirulina. Spirulina associeer ik vooral met de blauwe kleur. Ja, ja, maar er zitten ook blauwe dingetjes in. Dus ik weet niet waar die precies in zit. Maar het grappige is dat er is een bedrijf in Amerika, Hillier. En dat is een bedrijf dat is van de familie Mars. En die zijn inderdaad ook met dat bedrijf begonnen met precies die gedachten. Ja. En volgens mij... We maken nu over soil enhancers. Kijk. Nou, zo kan je van de ene en de andere terechtkomen. Laten we er een beetje een eind aan breien. Volgens mij weten jullie elkaar te vinden. Als dat niet zo is, mail nieuw voor. En dan zorg ik dat jullie aan elkaar gekoppeld worden. Leuk. Om de gesprekken in ieder geval in offline of online verder te laten vervolgen. Dank jullie allemaal. Dit is de laatste nieuw voor de kerst. De volgende is weer eind januari. Dus ik hoop jullie dan daar weer te zien. En hopelijk dat ik jou onder andere kan overhalen, Jaap, om erbij te blijven. Ook om, ook om de andere thema's die langskomen mee te maken. En uiteraard, Sander, dank dat je vanavond de tijd genomen hebt om ons een beetje erbij te praten en lekker te sparren. Ik mag de rest van de week via Zoom in een congres zitten van de EIA, de European Algae Biomass Organization. Dus het is een soort oefening. ik neem morgen wel een kussentje mee. Want de stoel waarop ik nu zit, die is tamelijk hard. Ja, het zijn lange ritten. Nou, dan wens ik iedereen een fijne avond.